Asterisk, asterisk, vandaag is Mariska Bauer 48 jaar geworden. Ze is de vrouw van zanger Frans Bauer, met wie ze al meer dan 15 jaar getrouwd is. Ze leerde elkaar kennen in een restaurant, waar Mariska werkte en Frans optrad. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Samen hebben ze vier zonen, Christian, Jan, Frans junior en Lucas. Het gezin Bauer is vaak te zien op de televisie, bijvoorbeeld in hun eigen reality-serie. Ook presenteerde Mariska samen met Frans vijf jaar lang het programma Bananasplit. Op Instagram deelde Mariska vorig jaar het geheim van een goede huwelijk: één kopje romantiek, twee theelepels plezier en zes druppels smaak. Dit alles heel goed roeren. Mariska heeft een zware tijd achter de rug. In 2022 kreeg ze een herseninfarct, waarvan ze nog steeds aan het herstellen is. Ze vertelde in 2023 in Roijackers over de vloer dat ze soms moeite heeft om de juiste woorden te vinden. Daar kan ik wel aan merken dat ik er toch iets aan over heb gehouden. Ook zei ze dat ze een flap uit is geworden. Als Maris met een bepaalde situatie niet blij is, dan zou ze vroeger waarschijnlijk niks hebben gezegd, zei Frans. Nu zegt ze gelijk, ik vind er geen reet aan. Mariska beaamde dat vroeger zou ik denken van, laat maar. Maar laat maar komt bij mij niet meer voor. Binnenkort kunnen we weer genieten van de bouwers op de televisie, maar we hebben ook een aantal leuke foto's van Mariska uit ons archief opgedoken. Zo zag Mariska Bauer er vroeger uit asterisk asterisk.